Maar we gaan eerst naar Jill, want Groningen krijgt misschien wel een bekende student erbij. Ja, het zong daar al een beetje rond. Niemand minder dan prinses Alexia is daar al meerdere keren gespot de afgelopen anderhalf jaar. Specifiek op de dinsdagavonden, de kooravonden. Maar ja, Dagblad van het Noorden denkt het nu zeker te weten, bijna zeker. Het zou de Rijksuniversiteit in Groningen worden waar Alexia gaat studeren het komende jaar. Dagblad van het Noorden kwam er namelijk achter dat er een e-mailadres voor haar is aangemaakt. De RVD die ontkent het niet, maar bevestigt het ook niet. Dus we weten het nog niet helemaal. Zeker is nog volop speculatie. Maar wel goed nieuws voor de jongens die in Groningen bekend staan als boyband Aantal Jongens. Het zijn studenten en zij maakten speciaal voor Alexia toen de geruchtenmolen op gang kwam dit nummer. Alexia. Ja, lekker catchy dit, toch? Nou, misschien heeft dit er wel over de streep getrokken. Ja, we hadden ze vanochtend even aan de lijn om ze te bevragen. Ik ben hartstikke blij dat Alexia naar Groningen komt. Wij vinden nu toch wel dat wij mogen claimen dat wij de reden zijn dat zij naar Groningen komt. Tuurlijk heeft ons nummer haar over de streep getrokken. Wie anders? Het is hartstikke mooi als iemand van Koningshuis bij ons in de stad studeert. Een beetje goede PR. En ze is natuurlijk hartstikke knap. Of ze nog lid gaat worden, nou, wij horen de geruchten dat ze misschien lid zou worden bij Vindicat. Maar dat zijn natuurlijk ook maar geruchten, dat weten we niet. Wat ze gaat studeren maakt voor ons allemaal niet zoveel uit. Ze moet lekker haar ding doen, zolang zij hier maar lekker lang blijft. Alexia, Alexia, ja. Het is wel een goede naam om een nummer op te maken, inderdaad. Ja, meneer Gebrandi, uw dochter studeert ook in Groningen. Kijkt ze al uit naar de komst van Alexia? Nou, ik heb haar nog niet gebeld vanmorgen, omdat ik hier zo vroeg moest zijn. Dat werkt niet bij studenten, ik ga het er vragen, ja. Ja, leuk. Lijkt me wel een leuke student om erbij te hebben. En het is inderdaad goede PR voor Groningen, toch? Ja, absoluut. Er gaat sowieso niks boven Groningen, zoals de Groningers dan zelf zeggen. Maar ik hoop ook dat de prinses daar een beetje met rust wordt gelaten. Ja. Want je studententijd is niet alleen maar om je diplomaatje te halen, maar ook natuurlijk om nieuwe mensen te leren kennen en een leuke tijd te hebben. Ja. Dus laten we dat haar ook gunnen. Heel goed. Dan gaan we met collega